gaan we weer verder met de mouw. Als het goed is, pak even mijn centimeter erbij. Heb je net als ik 18 centimeter gehaakt, en dat is inclusief dat al hakend stokjes opzetten, zitten dan bij. Heel belangrijk voor deze laatste toer is, en dat ga ik ook eventjes in het filmpje hiervoor, uh, voor degenen die meegehaakt hebben, ga ik dat zeggen. Normaal gesproken stak ik hier onderin in die, die losse. En dan liet ik die steek over zodat je die honingraadraste steek kon maken. Nu voor deze toer ga je insteken in die eerste steek onder die twee draadjes door en maak je daar je halve vaste. En waarom doe ik dat? Anders had ik, als ik even terug ga, hier een extra steekje gemaakt en die hield je over. En dat is niet mooi. Dus nu maak je een halve vaste in de eerste steek en maak je één losse omhoog en ga je draaien. In de 28 steken moet ik 10 steken gaan vermeerderen naar 38. Het patroon van Barone ging uit van 38 steken en dan 10 vermeerderen en dan kwam je uit op 48. Ik ga even kijken of dat klopt wat ik zeg. Ja, we gaan 10 steken vermeerderen naar 48 steken, want die mouwen zijn een beetje oversized. Ik wil uiteindelijk bij die 48 ook terechtkomen. Maar voor mijn nagelstyliste vond ik het mooier dat zij dus strakke mouwtjes had. En dan ga ik wat langzamer ga ik toewerken naar die 48. Wat uh, Barona wel gedaan heeft, is meteen nu, na deze steek, 10 steken vermeerderen. En zij heeft dat eigenlijk met fluffy gedaan. Maar heel veel personen houden niet van fluffy. Dus ik ga eerst zorgen dat die vermeerdering erin zit, plus een extra randje. Uh, met gewoon dat je me netjes haakt in vaste. En dan pas gaan we naar de fluffy. We hebben één los omhoog en we gaan draaien. Ik had 28 steken en jullie hebben het gezien. Ik heb even een berekening gemaakt of het nou klopte. Ik ben daar niet heel goed in. Maar ik heb gewoon gedacht: van ik wil 10 steken vermeerderen over 28 steken. Dus ik moet ongeveer zo vermeerderen. Dan heb ik gekeken of dat klopt dat ik 10 steken vermeerderd heb. Hoeveel steken heb ik dan over? Ik had er nog drie over. Nou, dat is keurig netjes, want ik heb de laatste vermeerdering hier zitten en dan weer drie gewoon gehaakt, dus dat is prima. En dan moet ik uitkomen op 38. Je moet zelf dus even uit gaan zoeken dat je dus de vermeerderingen maakt die jij nodig hebt. Kom je er niet uit? Vraag het weer op Facebookgroep Haakwerkje. Daar kan ik of iemand anders je altijd weer helpen. Daar gaan we. Als je met mij ook 28 steken had opgezet, gaan we nu beginnen met haken. We hebben één los omhoog, je hebt je werkje gedraaid en we gaan beginnen. We hebben die halve vaste gemaakt in de eerste steek. Dus dit is je eerste steek normaal gesproken. Maar we hadden natuurlijk een extra steekje vanwege die uh, middenlijn die we hadden. Dus kijk naar je patroon. Je ziet hier dat dit de tweede steek is. Dit is je eerste steek, al hadden we hierin gestoken. Dit is je eerste steek, dus hier gaan we beginnen. We gaan maken de drie vaste in de volgende steek. Dus daar gaan we. 1. Een vaste is voor de begin het haaksteen weer even terug. Een vaste is onder de twee draadjes door draadje halen. Heb je er twee op je haaknaald? Omslag door 2. In de volgende steek, weet je niet waar die zit, draai je werkje om. Onder de twee draadjes door een draadje halen. heb je de twee op je haaknaald. Omslag door twee. Hebben we nu twee vaste gemaakt. We gaan nog een derde vaste maken. En in deze derde gaan we vermeerderen. Hebben we er vier. Nu moeten we er twee maken. Dus dat wordt vijf en zes. Onder twee draadjes door. En in deze zesde steek maak je een extra is zeven. Dan maken we er weer drie. Acht. 9. 10. In deze maak je een extra. Is 11. Nu doen we er 2. 12. En 13. In deze maak je een extra. Is 14. Nu doen we er weer 3. 15. 16. 17. In die 17e maak je er eentje extra. Is 18. Doen we er 2. 19. 20 in die steek maak je er 1 is 21. Dan maken we er weer 3 is 22, 23, 24. In dezelfde steek 1 is 25, 2, 26, 27. In deze steek maken we er nog 1 is 28. Dan maken we er weer 3? 29, 30. 31, in dezelfde steek nog 1 is 32, maken we er 2, 33, 34, in dezezelfde steek maken we er 1, is 35, 36, 37 en 38. Deze ga je vastmaken in de eerste steek die je had. Vind je het nou moeilijk om hem te zien, ik weet dat hij hier zit, maar ben je beginnend haakster... Maak je draadje even wat langer en je gaat terugtellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38. Dat is mijn eerste steek. Daar ga je zorgen dat je je haaknaald door het draadje heen in die eerste steek trek je draadje aan. Oh, draadje moet de andere kant op. Dit is mijn eerste steek. Ga je onder de eerste steek een draadje halen en die haal je door het lusje van je haaknaald. Nu heb je van 28. 38 steken gemaakt. Voor het gemak, nu gaan we gewoon rond haken, gaan we 1 losse omhoog en gaan we zorgen dat we in die eerste steek ook weer een vaste maken. Gewoon even op deze lijn een rustige toer maken met vaste. Dat je niet meer die verdubbelingen hebt waardoor het een strakkere steek is, maar dat je gewoon losse 38 vaste hebt. Dat is in het oorspronkelijke patroon niet zo. Je mag ook het oorspronkelijke patroon aanhouden. Maar er zijn heel veel personen die echt niet van fluffy houden. En daarom heb ik dit gedaan: dat je dus eerst even rustig met het gewone garen de verdubbelingen kan maken. En kan wennen aan het uh, meteen aan het fluffy haken met gewone steken. Je ziet dat het wat kleinere steekjes zijn en die allemaal een beetje naar achteren liggen. En nu met deze toer gewoon rustige vaste eroverheen, krijg je een mooie rechte toer En daar gaan we fluffy in haken. En dat wordt nog heel wat voor sommige mensen, want het valt niet mee om het fluffy te haken. Ik heb er wel een techniekje voor, maar ik weet niet, bij mij werkt die uitstekend, maar ik weet niet of die voor jullie gaat werken. Ik hoop het. Want dat zou betekenen als, als deze techniek die ik gebruik ook voor jou werkt dat je heel veel werkjes kan maken met fluffy en toch steeds de steken kan aanhouden die er nodig zijn. Nou ondertussen zie je dat ik rond gehaakt ben. Als je begint het haakste bent altijd even controleren want je hebt hier die halve vaste die zou je mee willen haken maar die doet niet mee. Als je het niet zeker weet, tel weer je steken. Je moet er 38 hebben. Dan weet je wat de eerste is. En daar steek je in. In die 38ste steek ga je nu nog even een halve vaste maken. En in de volgende toeren gaan we gewoon rondhaken. Dus dan heb je niet meer dat je met een halve vaste dicht moet maken. Een losse omhoog en weer verder haken. We gaan nu alsmaar gewoon in de rondte haken. We gaan nu over naar Fluffy en daar maak ik even een nieuw filmpje van. Want deze was speciaal om even die uh, vermeerdering te maken. En dan uh, voor, als je dat wil, even die extra rij vaste zodat je rustig nu uh, je vaste lijn hebt. En dan maak ik een nieuw filmpje voor het Fluffy. Dus ik zie je zo terug.